Kijk vrienden, kijk hem lachen. Ja, Sam Beukema van de Go Ahead Eagles. Zeker, ja. Zeker. Vrienden, dit is, je kijkt hier gewoon naar een verhaal van een gozer die nooit heeft opgegeven. Dat is het. Sam, dat is waar hè, wat ik zeg. Een mooie compliment kan ik niet krijgen. Ja, want ik bedoel, jij moet heel raar zitten kijken naar bijvoorbeeld een gozer als Iatare of zo. Toch? Ja, het is weer een heel ander verhaal. Dat wel, dan moet ja. Jij toch denken bij jezelf, hoe is het mogelijk? Hè? Ja, maar hij... Jij is dat allemaal zo in zijn schootje geworpen en jij hebt... Nou, ja. Vertel maar. Ja, ik denk dat hij weer veel meer talent op technisch vlak misschien heeft. En ik heb weer een ander talent en dat is bij mij in het koppie. En dat is het bedrag waar ik nu sta, ja. Ja, maar dat is wel heel belangrijk hoor, dit. Hier. Zeker. Ja. Want in 2019, beste vrienden, toen was eigenlijk, denk nog even terug aan die tijd, Sam, want toen zei de club eigenlijk wat tegen jou? De club zei van... Je mag in principe uitkijken naar een andere club. Oh, hoor jullie dat, vrienden? Ja, het was eigenlijk gedaan met Sam. Ja, in principe wel, ja, bij Go Ahead. Kijk, ik mocht nog wel blijven meetrainen, dus het was niet dat ze zeiden, je moet weg. Maar ze zeiden wel van, je mag in principe weg en uitkijken naar een andere club. Dus daar zit nog wel een verschilletje in. Maar ik mocht blijven meetrainen vanwege mijn arbeidsethos, zeg maar. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ik heb niet al die jaren in de jeugdopleiding bij Go Ahead gespeeld om nu niet door te breken bij mijn clubpie. En toen heb ik nog één keer de mouwen opgestroopt en ben ik er vol voor gegaan. Ja, fijn. Dat is een mooie mededeling, Sam. Maar mag ik even terug naar het gesprek? Dus het gesprek is geweest... En jij gaat naar huis. Je bent dan hoe oud? Dan ben je 20 of op 19? Ja, klopt. Nou, en je hebt net gehoord van rot maar op. En toen? Ja, maar wat dacht jij toen dan? Ja, en toen dacht ik... Er was wel even een behoorlijk besefmoment van... Het zal toch niet? Het zal toch niet zo zijn dat ik nu hier wegga... En dat ik misschien wel bij een topamateurclub aan de bak moet... Of een iets lagere club in de keuken. Kampioen-divisie. Ja. Want ja, dat was wel heel dichtbij inderdaad. En dat was wel even... Ik ging wel even heel goed in de spiegel kijken van... Oké, wat is er nu aan de hand? En, Wat zei de spiegel? Wat zei die? De spiegel die zei van... Sam, jij gaat niet opgeven. Jij gaat gewoon nog vol voor je kans. En die ga je ook gewoon nog met beide handen aangrijpen. En de spiegel heeft gelijk gehad. De spiegel kreeg gelijk, vrienden. En Sam die ging aan het werk en die ging knokken. De vechter in jou, dat kan niet anders. En jij dacht van, ik zal ze godverdomme laten zien bij de Go Ahead dat ze fout zitten. Ik viel echt een soort van last van mijn schouder ook. Van, ja, weet je, je hebt altijd wel... Ik ben iemand die zich heel graag wil bewijzen altijd op het trainingsveld. Die altijd hard wil werken. En nou ja, op een gegeven moment toen ik die mededeling te horen kreeg... viel er wel een soort van druk misschien weg van, oké, ik mag weg. Nou, heb ik scheid aan alles en iedereen nu. En dan ga ik gewoon lekker voetballen. En dat heeft mij wel heel goed gedaan. Want daardoor ging het extra goed op de trainingen. En toen had ik ook nog geluk met wat blessures. En kreeg ik mijn kans. En die heb ik gegrepen. Kijk, en in één keer. Nou ja, was het 2019 ook in hetzelfde jaar? Was het een paar maanden later? Toen kreeg je de kans al, hè? Toen kreeg ik de kans al, inderdaad. Ja, was ook een nieuwe trainer, vrienden. Jack de Gier. Ja, die krijgt de credits, want die zag het ineens zitten in Beukema. Ja. Hij kon niet meer omheen, hoor. Hè? Wat zeg je? Hij kon ook niet meer omheen. Nee, maar Jack heeft me zeker uiteindelijk de kans gegeven. En sindsdien ben ik op een blessure ben ik er niet meer uitgegaan. Kijk, goed. En nu ben je zelfs... Kijk, vrienden, dit is eigenlijk een levensverhaaltje gewoon. Ja, dingen kunnen ook in het leven zo gaan dat het tegen zit. En je denkt, oh jee, gaat het lukken, gaat het niet lukken? En kijk naar deze gozer. Hij is het bewijs dat het altijd kan. Hè? Ja, want nu is hij zelfs aanvoerder. Zeker, zeker. Van Go Ahead Eagles, ja. 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 Nou, en trotse aanvoerder neem ik aan. Zeker weten, 100%. Ja. Nou... En ook nog eens een keer was beste speler in de derde periode. Vergis je niet, vrienden. Daar zitten we allemaal naar te kijken. En toen kwam het moment. Hé, van de transfer. Ja, ook dat nog, ja.
Ja, Sam, daar moet ik je nog wel even over hebben natuurlijk. Want kijk, ik weet niet of je mij volgt, maar ik ben natuurlijk een beetje een Feyenoorder. Ja, nou ja, ik kan eigenlijk wel meedelen dat ik dat ook vroeger was, hoor. En stiekem ook nog steeds wel een beetje. Maar uiteindelijk moet je zo'n keuze niet op basis van je supportersgevoel gaan... Hoe is dat nou gegaan? Vertel mij dat nou eventjes een beetje. Dus wie kwam er eerst? Kwam er eerst AZ of Feyenoord? AZ kwam eerst. Eerst kwam AZ. Maar die hebben mij blijkbaar ook al sinds vorig seizoen gevolgd. Dus die hebben meer dan 45 wedstrijden al van mij bekeken. Dus die hadden hun huiswerk wel gedaan. Ja. En Feyenoord kwam daarna. Die kwam eigenlijk 2-3 dagen nadat ik bij AZ het eerste gesprek had gevoerd. Kwam Feyenoord. Toen kwam Feyenoord. Kwam de nieuwe trainer Arne Slot, die belde en die wou graag een gesprek met mij voeren thuis. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Bij Arne Slot thuis, hele mooie ervaring ook voor mij natuurlijk. Kijk! Dat maak je ook niet snel mee bij de trainer. Nee! Feyenoord op bezoek. En dat was ook een heel fijn gesprek en dat voelde ook goed. Maar ja, het was echt... Godsamme, Sam! Potverdorie. Ik als Feyenoorder, maar ook de mensen in Rotterdam, we hadden er gewoon op gerekend dat jij naar Feyenoord ging. Ja, dat had ik ook. Speaking about the devil. Komt een oud Feyenoorder nu binnen? Ja. Wie zou dat zijn, denkt u? Ja, wie? Oh, hier, Van Wonderen. Wie is het nou? Hey, Kees! Harry, hoe is het? Goed, jongen. Maar luister even goed. Ik zeg net tegen hem, had gewoon om naar Feyenoord moeten gaan. Ja, hij luistert niet, Harry, jongen. Nee, maar jij, oud Feyenoord, ik als Feyenoorder, hij had gewoon bij Feyenoord in de verdediging moeten staan. Wat is dit? Ik heb hem een fijne shirt gegeven en hij trekt hem gewoon uit en gooit hem op de grond. En hij gaat naar AZ. Wat is dit? Nee. Ja. Oh. Ja. Hier moet ik dus de hele dag mee dealen, Harry. Ja, dat zou ik maar doen. Hij is wel je baas, hoor. Ja, dat is zo, dat is zo. Ja. Tel hem ook niet meer op, Harry. Nee, precies. Goed, je hebt die gesprekken gehad met AZ en met Feyenoord. Nou ja, en toen? En wat geeft dan de doorslag? Waarom dan geen Feyenoord? Ja, het plan wat de club met mij heeft, dus zowel Feyenoord als AZ. En waar ik gewoon de meeste kans heb om mij door te ontwikkelen als speler. En AZ is jong talent de kans geven. Nou ja, en als je ook ziet hoe graag AZ mij wou en hoe graag zij aan het doorpakken waren. En dat naar Feyenoord legde, dan is uiteindelijk AZ wel de juiste keuze geweest, ja. Dus het ligt eigenlijk aan Arne Slot. Arne die wou me wel... Arne Slot, kijk je aan, Arne. Toch nog een doel. Nee, ja, en Feyenoord zit natuurlijk in een andere situatie. Dat duurde ook allemaal maar, omdat ze natuurlijk ook niet heel veel budget hebben, et cetera. Dus ik wou gewoon ook snel duidelijkheid. En AZ die gaf mij dat. En daarom koos ik voor het club. Sam, als ik jou zo hoor, dan heeft Feyenoord het niet goed gedaan gewoon. Dat zijn jouw woorden, ja, maar... Ja, maar eigenlijk wel. Want als ze wel hadden doorgepakt en wel eventjes dan had het... Anders gelopen, ja. Maar dat is nu niet het geval. Hey, ik ga jou in ieder geval heel veel succes wensen. Dank u wel. Bij AZ. Dank u wel. Ga je goed in de gaten houden. En wie weet, over een paar jaar kom je alsnog naar Feyenoord. Wie weet. Hey, wie weet. Hey, heel veel succes en dankjewel, hè. Dankjewel, Harry. Tot Sam. Bye.